Goedemorgen allemaal, welkom bij een nieuwe vlog. Ik heb de droogshampoo uit mijn haar aan het doen. Tenminste, niet eruit, maar dat het overal zit. Nu is het al naar school en ik heb al boodschappen gedaan, dus we hebben nog een halve dag op zitten. Zij is nu eventjes lekker aan het spelen. Ik was even de vaatwas aan het uitruimen, maar dat is nu klaar. Maar ik denk dat ik hem, voordat ik hem inruim, in zo'n schoonmaakprogrammaatje doe. Vandaag gaan Sven en ik weer naar een keukenzaak toe. Voor de afwisseling. Ja, het is eenzelfde, maar dan met een offerte en tekening en zo, als het goed is. Volgens mij zou hij ons van tevoren wat sturen, maar dat lijkt me niet helemaal gelukt. Morgen komt een vriendinnetje van mij. Ik heb nog een klein beetje zwangerschapskleding over, ik heb heel veel weggedaan. Maar zij komt dat passen, want zij is zwanger, dus heel leuk. En dan gaan we even naar de stad, volgens mij nog 's middags, gewoon met het gezin. Dit wil ook allemaal niet natuurlijk. Wat is dit? Wat gebeurt hier nou weer? Nou, hij spreekt even niet uit. Ofwel. En dan s'avonds ga ik even drankje doen met mijn vriendinnetje. En zondag gaan we misschien naar mijn broertje toe. En zijn kleintje, maar dan moeten we even nog kijken. Dus ja, dat is een beetje het plan voor het weekend. Maar we hebben eigenlijk nog een doeltje van de kinderen afblijven. Maar het is een beetje een onhandige tijd, dus ik weet nog niet of we dat gaan doen. Hoi. Niet eten, hè, pa. Goed zo, erin. Ja. Voor het geluid, dat is de vaatwasser. Maar Eden was echt niet te harde, dus ik heb haar in bed gelegd. Want ik dacht, ze is zo moe. Dus ik denk, ja, ik kon wel heel veel moeite doen om op te houden. Maar ze wilde gewoon alleen nog maar liggen en huilen. Ik denk, ja, daar wordt niemand heel gelukkig van. Dus, wat ik heb gedaan is mijn kwasten schoongemaakt. Maar mijn beauty blender is ook heel erg toe aan een sopje. En ik heb net een filmpje zitten kijken hoe ik dat moet doen, want ik vergeet het altijd weer. Ik weet dat het iets met olijfolie en schoonmaakmiddel is, maar dit is trouwens een beauty blender die heb ik van mijn ouders gekregen uit volgens mij Japan. Echt een fantastisch ding. Ja, ze is nu heel groot, want er zit water in. Maar goed, ik heb net even zitten kijken en je moet hem dus helemaal door die olijfolie heen squeezen. En dat laat je dan lekker helemaal opnemen en zo. Misschien had ik wat meer in moeten doen. En dan doe je een kommetje met kokend water en wat wasmiddel, afwasmiddel. En dat laat je dan staan tot het water afgekoeld is. En dan is hij weer als brand nieuw. Dus ja, je kan het nou weer niet zien natuurlijk. Verrassend. Want ik doe er nog een klein beetje olijfolie bij, want ik heb het gevoel dat het een vrij grote spons. Ze zei dat het niet uitmaakte welke olijfolie. Dus nou, dan heb je dus dat sopje. Daar dip je dat ding in. Het is natuurlijk gloeiend heet. Ik kan het nou niet met mijn handen gaan doen. En dan dip je hem een beetje in. En dan laat je hem gewoon even liggen tot het water afgekoeld is. Heb ik begrepen. Nog even snel een mini shoplogje. Want ik ben gisteren even naar de HEMA geweest. En daar kocht ik een aantal dingen voor de administratie. Als eerst deze map. Hier zitten allemaal van die insteekhoesen in. En dan deze documentmap. Met losse tapjes. En deze pennen. Pennen vind ik heel lekker schrijven, maar
Dit heb ik dus gekocht. Ja, en anders had ik, als het voor mezelf was geweest, had ik allemaal roze gedaan. Maar het is voor ons samen, voor het nieuwe huis, wil ik even alles goed gaan ordenen. Want ik merk nu dat het al chaos is. En ik denk met kinderen, je moet even focus houden. Dus waar is mijn oplader van mijn camera? Dus vandaar dat ik dacht, laat ik nou niet achteraf dat allemaal gaan doen. Maar laat ik dat eerst gaan doen. Tenminste eerst. We zijn al even bezig. Dus vandaar dat ik dat heb gekocht. En ik dacht, ik weet niet wat beter werkt. Maar zeg maar, mijn administratie heb ik sowieso altijd in van die documentmap. En dat vind ik heel fijn. Maar die insteekhoes leek me misschien wel handig voor alle tekeningen. En, nou, dus ik dacht, ik ga gewoon kijken wat werkt. En het andere gebruik ik dan voor de gewone administratie. Dus. Zo, nu staan mijn camera opladen. En dan laat ik zo nog even zien hoe het met de spons is. Nou, hij is helemaal schoon. Maar ik moet zeggen dat uitspoelen van die olijfolie, dat duurt ongeveer 6 jaar. En ik vraag me nog af of het er niet nog in zit. Dus gematigd enthousiast. Ik ga jullie weer een oplader leggen en dan kan ik jullie straks meenemen. Oh ja, en ik ga lunch maken trouwens. Ik ga een pastaatje maken. Ik heb gewoon tomatensaus. Oh, niet goed, hè. Olijven en dan heb ik... Ja. Ik was een beetje lui. Heb, maar ik wilde wel een beetje meer gemixte groenten. Dus ik heb deze zak overgroenten met courgette, rode paprika en gele. Maar dat ga ik gewoon klein snijden en dan met een uitje en zo. En dan maak ik daar gewoon de saus van. Dus dat ga ik zo ook maken. Maar ik ga nu eventjes beginnen met die administratie, denk ik. Wij zitten in de auto, maar er is iets mee mis. Dus we rijden als stel bejaarden. Maar dat maakt niet uit. We komen er wel. We gaan nu naar de keukenzaak. Met een beetje pech straks nog langs de garage. Maar goed. En ja, ik ben benieuwd wat die meneer ervan heeft gebrouwen. Wij zitten de kaas van dingen gezellig. Oh, oké. Niels, misschien wil ze zo een van die twee. Misschien kan je daarmee ruilen. Ja, dat is het wat het is. Goedemorgen, het is zaterdag. We hebben wat autopech, dus we zijn nu naar de garage. En nou, dan hopen we dat dat meteen gemaakt kan worden. Straks komt een vriendinnetje van mij. Die zwanger is langs, dus ik heb een... klein cadeautje. Het is altijd leuk als je net zwaar bent. Als je net... we hebben nog geen keuken gekocht hoor. Maar we hebben gisteren al wel een pakket gekregen. Alleen ik weet niet hoor. We kregen dus deze fles wijn. Ligt het aan mij of lijkt het alsof hij al uitgedronken is? Of is dit een trend? Het is toch heel raar? Ja, het lijkt niet alsof het open is geweest, zie je dat? Sorry, we zijn nog even in twijfel. Oh, even mijn vriendin. Wat gebeurt er? Wat gebeurt er? Oh, botsing. Maar goed, dus dat voor wat betreft een hele fles wijn. Ik ga nu een theetje zetten, want ik had dacht dat ik net ook thee had gezet. Een beetje lauw. En ik ga nu even een beetje opruimen. Ik kreeg net een melding dat de boeken moeten worden ingeleverd. Dus ik moet ook nog even ergens naar de bieb vandaag vanmorgen. Hey Mops, wat is er? Ik heb in de Lego winkel. Nieuws is daar op zoek naar een poppetje. Wow! Een hele mountaintoren. Ik zit op de fiets, mijn beste vriendje. Het is iets kouder dan ik dacht, maar goed, lekker podcast luisteren.
Goedemorgen deze zondagochtend. Gisteren was heel gezellig met een vriendinnetje. En ik heb niet heel goed geslapen, want ik hoorde Niels echt heel vroeg. Ik weet niet hoe vroeg, maar heel vroeg. Ging hij plassen. Toen hoorde ik steeds weer allemaal geschuif met dingen. En ik weet allemaal niet, maar ik kon het niet echt de moed vinden om uit bed te gaan. Dus ik was op tijd wakker. Toen heb ik daarna al zoiets wat je zo half geslapen, vrees. Maar aan de andere kant, zoals het echt mega hard vuurwerk vannacht was, niet zo erg gekregen. Dus, ik heb iets gekocht. En dat kan goed gaan en dat kan fout gaan. Zoals je misschien wel weet, verf ik mijn wenkbrauwen. Laat ik ze verven. Maar ik dacht, kan ik dat niet ook zelf? En dan wil ik ze ook nog steeds wel af en toe laten epileren en zo. Want dat vind ik ook echt mooi te doen. Overal kunst. Maar ik dacht, laat ik eens proberen. Ik heb ook dit besteld. Een andere droogshampoo. Mijn droogshampoo was bijna op. Probeer eens iets nieuws. En ik heb dus dit gekocht. Nou, dit wordt natuurlijk een komisch verhaal dit. Even kijken hoor. Ik ben voor dit merk gegaan omdat ik het idee had dat ze dat persoon gebruikt, maar is echt gebaseerd op alleen maar gevoel. Het heet Refecto Seal. Ik heb, volgens mij gebruiken ze bij mij altijd bruin. Gewoon bruin. Lichtbruin, bruin staat volgens mij bij mij rood uit. Maar ik dacht, gaan we nou meteen helemaal wild doen. Dus ik heb natuurbruin en lichtbruin. Natuurbruin en lichtbruin gedaan. Dat. Een mengglaasje, wat echt mini klein is. Dit is crème oxydant. En een kwastje. Nou zijn mijn wenkbrauwen nu nog niet super licht. Maar er zijn wel heel veel haartjes niet meer zichtbaar. Ik ben toch gewoon heel nieuwsgierig. Dus ik ben een beetje in twijfel wat gaan we doen. Misschien dat ik vandaag gewoon dan de lichte bruine ga doen. Dat ik dan even ga kijken hoe het pakt. Ik moet nog wel even vaseline pakken. Dat staat er één in. Nou, het zit erop. Ik moest even het geconcentreerd doen, zoals je zult begrijpen. Er zit een instructievideo bij en zo. Dus je zou zeggen, ik ben nu de tijd even in de gaten aan het houden. Want ik dacht, ik ga hem nu niet meteen te lang doen. Ja, ik ben heel benieuwd. Ik heb dus nu, je moet 2 centimeter van dat spul doen, van de verf. En ik heb zeg maar iets van 0,5 centimeter van de lichtbruin en de rest donkerbruin gedaan. Nu moet ik even gaan kijken. Volgens mij moet ik het dan, er staat 5 tot 10 minuten. Dus ik doe het zeg maar 7 of zo. Beetje de veilige. Om 13 begon ik. Nou, zo probeer ik. Ik ben heel erg benieuwd. Als dit werkt, jongens, ben ik heel blij. Maar goed. It worked! Ik denk wel dat ik volgende keer alleen de donkerbruine ga doen. Maar, nou, dit ziet er toch top uit. Ja, dus dit is donker en licht. Ik denk dat ik volgende keer alleen donker ga doen. En dit was zeg maar goedkoper, dit allemaal bij elkaar, dan 1 volledige behandeling. En je kan denk ik, ja, weet je, dat glaasje en dat kwastje kan je forever gebruiken. Nou, ik denk dat je hier ook heel lang mee doet. En dan met die verf, nou, die was echt een paar euro. Dus, nou, check dit. Oh, yes, yes. Goed, ik ga nu snel eten. Oké, ik ben alles vergeten te filmen. We gaan nu weer naar huis fietsen vanaf onze vrienden. Dus, het is laat. Nou, we hebben gezellig gebold met vrienden en daarna naar huis gefietst. En toen moesten we heel snel nog eten en de kids naar bed brengen. En nu zijn we echt helemaal gebroken. Echt. Ik zeg maar zo zit ik nog een soort van filmpje te kijken. En het is oprecht. Hoe laat is het? 8:10. Maar we zijn echt allebei kapot. Dus ik denk dat we zo... Ik heb ook op mijn lip gebeten. Dus ik hoop echt zo dat het geen af wordt deze keer. Maar lekker bed opmaken en lekker in bed liggen. Niet normaal, zo moe. Ja, het was echt heel gezellig. En
De jongen speelde heel leuk samen en Helen was gewoon lekker de eigen dingen aan het doen. Gewoon helemaal gezellig. En ze hebben dan nog een zoontje van een half jaar. Die was een beetje ziek, dus die lag gewoon een beetje bij. Maar het was gewoon heel relaxed, echt heel relaxed. En ik ben zo blij dat was met mijn wenkbrauwen, jongens. Echt niet normaal. Als ik ze dus oprecht in die donkere tint doe. Golden. Golden. Ik ben hier echt moei content hiermee. Ja. En dan volgend weekend ben ik alleen met de kids. Maar ik ga nog wel 's ochtends even naar mijn broer toe, als het goed is. Naar de kleine, mijn kleine neefje kijken. En ik hoop dat ik zondag nog even iets met oppas of zo kan. Dat ik toch nog even naar Zumba kan. Want het is dan voorlopig de laatste keer. Want de week daarna word ik geopereerd. Dus ik schijn op zich wel weer vrij snel te kunnen gaan sporten. Veel sneller dan de vorige keer. Maar toch, je weet niet hoe lang het duurt. Dus dan ga ik nog even kijken of ik daar even iemand voor kan vinden. Maar voor nu ga ik de vlog afsluiten. Want gaat niks meer gebeuren. Ik ben trouwens wel weer aan een nieuw seizoen Love Island begonnen. Love Island UK seizoen 5. Ik werk terug. Dus ik heb seizoen 6 gekeken. Ik ga nu seizoen 5 kijken. En ik heb toch nog even Lisa Mol teruggekeken. Want ik moet eerlijk zeggen dat ik met mijn vriendinnetje daar niet heel erg op de inhoud heb gelet. Dus als mijn man weer, die moest hebben naar Niels. Dus dat heb ik net nog even teruggekeken. Net vanmiddag nog even teruggekeken. En nu gaan we instorten. Ik wens een hele fijne dag en ik zie je heel graag volgende week bij een nieuwe vlog. Dankjewel voor het kijken. Doei!